De 26-jarige Max Verstappen, bekend om zijn passie voor autoracen, heeft niet alleen een liefde voor de snelheid op het circuit, maar ook voor zijn vriendin Kelly Piquet, 35. De relatie tussen Max en Kelly wordt verder verrijkt door de aanwezigheid van Kelly's dochtertje Penelope, 4, afkomstig uit haar vorige relatie met autocoureur Daniel Kviat. Opvallend is dat Max en Kelly gezamenlijk de zorg dragen voor het opvoeden van dit kleine meisje. In een interview met Humo benadrukt Max het belang dat zowel Kelly als hij zelf hechten aan het onderhouden van een sterke band tussen Penelope en haar biologische vader. Max benadrukt duidelijk dat het niet zijn intentie is om op enige wijze de plaats van Daniel Kviat in te nemen. Hij deelt: Het is niet mijn bedoeling om zijn plaats in te nemen, op welke manier dan ook. Max Verstappen, die buiten de racebaan zijn zachte kant laat zien, onthult dat hij, wanneer hij thuis is, vrijwel dagelijks tijd doorbrengt met Penelope. Hij beschrijft haar als een schattig meisje en benadrukt de goede band die ze met elkaar hebben ontwikkeld. De dynamiek tussen Max, Kelly en Penelope illustreert niet alleen een liefdevolle relatie, maar ook een volwassen benadering van co-ouderschap. Max Verstappen lijkt niet alleen in de autosport, maar ook in zijn persoonlijke leven vastberaden te zijn om succesvolle en evenwichtige relaties te cultiveren. Het feit dat hij de autonomie van Penelope's vader erkent, getuigt van zijn respect voor alle betrokken partijen in deze samengestelde familie.